Hey mensen, Mark hier over Horror Dynasty met een klein deel van deze video dat live is. En jullie ook zeker weten wel wat FUTCHAMPS gameplay. Maar Chinese nieuwjaar promo is net begonnen. Je hebt kennelijk bepaalde Flash SBC's die gaan komen. Je hebt Player of the Month Aguero die nooit je geld waard is. Die kost 1,8 miljoen of zo, dat is belachelijk veel. Je hebt speciale pack offers. Ik heb nog een pack die ik kennelijk kan claimen. Vanwege het feit dat ik sinds begin van 1828 keer ben ingelogd of zo of meer. Dus daar krijgen we als het goed is. We krijgen sowieso deze Lunar New Year Home Kit. Die gaan we instellen. Als je vraagt hoe ik aan die andere gate kom, Game Changers of Secret. Maar doe vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Deze video de 1000 likes halen voor middernacht. Dan zal ik vanavond op Twitch gaan streamen. Weet je, dat moet ik ook wel een beetje blijven doen. Dus we gaan één keer naar de store en dan krijgen we inderdaad een Ultimate Pack. 30 items, 30 gold, 30 rares. En ik heb echt de ziekste shit hiervoor gezien op Twitter. Echt belachelijk. Ik wil ook weten wat jullie hebben gehad uit je free pack. Wat je misschien gekregen hebt of niet. Hangt natuurlijk vanaf hoeveel je FIFA hebt gespeeld door de tijd heen. Maar ik hoop op iets goeds. Zal je zien dat ik niks krijg. Het is in ieder geval een normale bordenspeler. Dat is, okay, dat is ook prima natuurlijk. Senegalees, Koulibaly. Ja, ik weet niet. Ik pack hem eigenlijk nooit. Misschien met een reden, maar niet... Niet wat ik op had gehoopt, kan ik heel eerlijk in zijn. Voor de rest misschien nog wel wat. Paar 83, pakken Joko, Jurgensen. Niet echt veel bijzonders als je kritisch bent. Lozano dan nog wel. En een paar andere nobodies. Oké, 192.000. De video is net een paar uur online, de vorige. Ik heb jullie comments gezien en de algemene mening is wacht vooral nog even. Dus dat doe ik dan ook. Dus kijken of er een SBC is. Naast deze, dan Improved Gold Upgrades. Deze, Exchange a Pack for Pack of 2 Rare Gold Players, at least 1, 81 overall. Die ga ik niet doen. Deze ga ik wel doen. Ik doe die even nu en dan laat ik jullie zo zien wat de oplossing is. Alright, dit worden voor mij vrij makkelijke, gewoon maar Premier League only spelers gebruikt. Want anders moet je rond die Mexicanen heen gaan werken, dat wordt een beetje taai. Dus, geen team rating eis, proberen de laagst mogelijke te gebruiken. Zou misschien nog wel lager kunnen eigenlijk. Team Cam 95. Oh, wacht maar, ik kan misschien de position change gooien op bijvoorbeeld Bakayoko. Die ben ik liever kwijt dan rijk, zeg maar. CDM, CM, doen we dan welkom op die 95 cam. Dikke priem. Hoef ik in ieder geval weer Schneiderlin kan ik dan bewaren. Die is dan toch weer 83 rated. Die wordt misschien gedowngraded, dus dan is het handig dat ik hem nog bewaar voor de time being. Krijgen we een premium gold players pack voor, die zou ik die nu even openen samen met jullie. Right, de kans is dus klein dat Wierat dat krijgt. Het is een 7.5k spelers pack, 3 rares, je weet hoe dat werkt. Kans is echt heel klein. Het is een dunne pack. Oh, dat zijn de lelijkste. Dat zijn echt de lelijkste om te krijgen. Daar ben je gewoon eerlijk in. Benjat, Rafinha. Het zijn welkome spelers, zeker. Weet je, want wat vreemde leagues hier en daar. Maar niet echt dingen waar je van echt denkt... Oh yes, dit is echt heel goed. Maar goed, hey, ik ben niet ondankbaar. Ik ben tevreden. Inan, is die echt zo slecht de afgelopen jaren? Hij lijkt omlaag en omlaag te gaan. Maar, wat met team... Ik ga dus, zoals jullie hebben gezegd, ik ga niks aanpassen. Omdat, weet je, de twee aanvallers die ik zou moeten verkopen zijn zo goed dat ik niks ga doen. Ik ga de 4-3-2-1 gewoon proberen. Ik dacht, als ik de 4-4-2 voor mezelf goed kan maken, misschien deze ook. Ik ga de verdedigers achterhouden. En deze ook. En dan denk ik, joh, dit wordt heel standaard. Ik ga hem als targetman gebruiken. En dan hen op Get Him High to Press Back Line en Stay Central. Met de gedachte dat, als mijn CM's dan mee opkomen... Weet je, dan kun je zeggen, want het zit een beetje in de buurt bij elkaar. Kun je makkelijk 1-2'tjes doen. Bergkamp als aanspeelpunt, want hij heeft de passing, weet je wel. Ik probeer het maar gewoon en misschien zie ik wel. Als het niet werkt, dan kan ik gelijk terug naar de 4-4-2 zonder problemen. Dus dat gaan we nu doen en dan zien jullie daar zo de games van. En zoals wel vaker wil ik dan dit stuk gebruiken om een beetje wat in te haken op comments die ik zie. Want er zijn heel veel comments waarbij ik denk, ik kan hier nu al op reageren, maar ik bewaar het voor de video. En zeker met de video van eigenlijk gisteren nu... Is het zo van, er zijn heel veel verschillende meningen. Bijvoorbeeld twee comments die ik nu toevallig voor me zie zijn... Zeker Ferdinand halen, je kan met elke prima aanvaller scoren. Je defensie is veel beter met Ferdinand. Heb mezelf ook enorme aanraden, je aanval is al sterk zat. Je verdediging is een ander niveau. En daarna is er een comment die zei, haal de ZI. Ik moet mezelf slaap huilen als ik hem tegen zou komen. En dan denk je toch van, zou het de moeite waard zijn? Maar dan zie je al die andere comments, zeg maar, die veel eerder in de video al kwamen. En dan denk je van, nee, ik moet het toch niet doen. En er was ook een comment die ik vorige week zag, waar ik zeker op wil inhaken. Die zei namelijk van, ik weet niet meer precies wat die zei, maar het kwam erop neer dat ik te veel aan het zeiken was. En dan dacht ik van, je hebt eigenlijk wel gelijk. Je hebt eigenlijk wel gelijk. En dat is zeker iets waar ik op probeer te letten. En ik weet dat ik van nature een vrij realistische slash pessimistische look heb op dingen. Dus dat kan dan wel zo overkomen, daar geef ik geen ongelijk in. Maar daar probeer ik wat aan te doen. Ik probeer ook oprecht beter te worden. En hoe ik dat
in dit geval deed bij deze set van games is... ik zeg niet hoeveel ik ga, maar spoiler alert, mijn laatste game verlies ik. En wat ik daarna deed is... Ik messaged met deze dan gewoon van... Yo, dude, goed gespeeld. Wat zijn toevallig jouw instructies? Want like, die dude, hij won niet alleen van me. Hij vernederde me. Like, hij was zo goed dat ik dacht... Daar kan ik wat van leren. En het vreemde mag gezegd worden. Dat is het enige wat ik wil zeggen qua negatieve iets. Weet je wel, het is niet eens serverig bedoeld, maar het zal misschien zo over kunnen komen. Wat ik had is... Ik zei natuurlijk, ik ga de 4-4-2 weer doen. En zo gezegd, zo gedaan. Maar het voelde heel anders dan vorige week. En ik weet dat dat zeg maar gewoon in mijn hoofd kan zitten, weet je wel. Zeg maar dat je denkt dat het anders is dan dat het ook daadwerkelijk zo is. Maar ik had zoiets van... Dit is niet het systeem dat ik vorige week speelde. De 4-4-2. En ik had zoiets van, maar hoe kan dit? Wat gebeurt er? Waarom werkt dit niet? En het is vreemd, want het kan aan de gameplay liggen. Maar de nadruk ligt daarbij op het kan. Want ik wil niet zeggen dat het daaraan ligt. Want ik ben overduidelijk geen speler van een buitengewoon niveau. Om dan de gameplay de schuld te geven is een beetje makkelijk natuurlijk in die zin. Wat ook stom is, is bijvoorbeeld hier sta ik. Ik sta 4-2 voor, weet je. Dat doe ik. En dan vervolgens wordt het hier 4-4. En dan wordt het, weet je, het wordt lastig. Daarna wordt het gewoon taai. Maar wat betreft, weet je, leren van dingen. Ik wil deze maand oprecht nemen om gewoon beter te worden. Dat is gewoon wat ik nodig heb. En dat is ook wat ik ga doen. Kijk hier, dit is een domme fout van mij, man. Misschien dat je anders moet reageren of sneller moet reageren. Maar ik doe dat fout. Dat gezegd te hebben, ik ga deze maand oprecht nemen om gewoon beter te worden. Ik ga Elite maandelijks wel halen. Dat is een koud kunstje. Maar het is meer zoiets van... Ik ga gewoon kijken wat werkt wel, wat werkt niet met die patch. Want er veranderen heel veel dingen. En ik kom tegen goede tegenstanders. En ik kan alleen maar van hen leren, weet je wel. Dat is naar mijn mening de beste keuze om te maken. Ik score wel wat lekkere goals in deze aflevering, weet je. Qua build-up play gewoon. Niet zozeer qua uithaal van buiten de 16. Al scoort Talisca op een gegeven moment een longshot, waar je u tegen zegt. En wat ik een paar keer merkte. Dat bedoel ik nog niet eens deze. Deze is ook echt heel erg lekker. Wat ik ook merkte... is dat zowel mijn keeper als de keeper van mijn tegenstanders was soms nogal een beetje off, weet je wel? Like, hij redde wel dingen, maar er gingen soms schoten van mijn gevoel er recht doorheen. Ik weet niet of dat gewoon tussen mijn oren zit, maar ik had zoiets van... Dit is een beetje opvallend. Kan het misschien aan mij leggen, maar je zit gewoon aan de goals, weet je, we gaan lekker. En twee fouten die ik maakte op een gegeven moment, dus ik bedoel, naast dit team... kwam ik op een gegeven moment nog een keer tegen een vrij, tussen aanhalingstekens, makkelijk team... En dat is een domme fout die je eigenlijk nooit mag maken en die ik wel maakte. Is dat je dan denkt, oh, dit team zal wel makkelijk te verslaan zijn, weet je wel. Hoeft echt niet het geval te zijn natuurlijk. Voor hetzelfde geld is het iemand die in januari zijn account gemaakt heeft. En gewoon heel goed is, maar nog niet zoveel coins heeft en daardoor dit team heeft. Like, onderschat nooit je tegenstander. Nooit. De persoon is goed genoeg om in Wicked League te komen. En ongeacht of jij elite bent of wat dan ook... Die persoon heeft kwaliteiten. Misschien niet zoveel als jij, maar op het moment dat jij gaat zeggen... Oh, dit vind ik wel, dan kan er iets fout gaan. En daar moet je op letten dat dat niet gebeurt, want dan kan je er wel eens heel goed spijt van krijgen. Uiteindelijk draaien we het mooi om hier weer Talisca aan de bal, geeft hem mee aan Bergkamp. En Bergkamp als spits is echt een fantastisch iets. Je ziet hier, hij ragequit, we pakken de 5e win. Ik laat het alleen zien als we een rank omhoog gaan. Ik dacht, ja, dat is ook het enige moment dat het relevant is. Pittig ziek team waar we tegenkomen... In de zin van, die Kluivert is heel goed. En one to watch, of dat is de inform die hij natuurlijk heeft. Maar in specifiek Ederson. Is die keeper nou echt zo goed of ben ik gewoon gek? Want ik heb hem een enkele keer gebruikt op mijn main account. Nog niet in een team, geloof ik, op dit account. Maar elke keer dat ik tegen hem kom, maakt hij echt de meest bizarre reddingen. Hij heeft een, net als in real life, een distributie waar je u tegen zegt. En je hebt sowieso natuurlijk tegenwoordig die... Ja, een soort doeltrappen glitch. Ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Als je in de Pentest volgt, weet je het sowieso. Hij post een keer een voorbeeld ervan op Twitter. En het is redelijk all over internet geweest. Maar als ik zijn tweet kan vinden waarin hij het laat zien, dan zal ik hem in de beschrijving zetten. En als die niet in de beschrijving staat, dan kon ik hem niet vinden. Maar je ziet hier, dit is een intens potje. Ik kom 4-2 achter. Het wordt dan 4-4, bijna. Ik mis de penalty, maar tweede kans. De penalty gaat er alsnog in, althans indirect. Het is mooi hoe je het wil zien. Ik kom hier weer door, 4-4. Ik leg hem af voor 5-4. Dan komt hij weer door. En deze guy was goed, man. Hij komt hier door, Danny Rose. Ik verdedig niet sterk. Like, ik duw veel te veel, man, naar dat deel van de 16. Wordt 5-5. Score ik hier, 6-5. Is hij nog niet klaar? Dele Alli gooit hem erin. Kluivert dan, ja, mist hem. Lallana krijgt hem. Hij scoort 6-6. En dan moeten we penalties gaan nemen. En penalties zijn makkelijker
tegenwoordig. Er is niks veranderd in hoe ze werken, maar sinds ik door heb hoe je die lage penalties kan redden, is het aanzienlijk makkelijker geworden. Want mijn keeper vliegt zoveel minder vaak over de bal nu heen. Dat is gewoon echt, daar word je gewoon blij van. Je krijgt zo'n vieze glimlach van op je gezicht. Beetje zoals je van Milo krijgt wanneer die eindelijk weer is upload, terwijl je weet dat het niet gaat gebeuren. Deze guy was nog beter dan de eerste guy waarvan ik verloor. Like, de eerste guy waarvan ik verloor was terecht. Deze guy was bizar. En echt gewoon, wat losses met mij doen, en noem het overdreven, dat is fair. Ja, ik raak, degene die motiveert is niet het woord, maar teleurgesteld van, weet je wel. Like, je kan verliezen, maar het is de manier waarop je verliest die een beetje aangeeft van of het goed of slecht is. Maar ik maakte zoveel fouten. En dat is ook naarmate ik zeg maar teleurgesteld raakte van hoe ik de eerste goal tegenkreeg, was ik nog teleurgesteld, let ik daardoor niet goed op en maakte ik de volgende fout. En het ging van kwaad naar erger. En ik zat op een gegeven moment te denken, ga ik dit wel uploaden? En uiteindelijk deed ik het wel. Uiteindelijk deed ik het wel. Want ik had zoiets van, weet je, jullie zien de goede dingen, jullie moeten ook de slechte dingen kunnen zien. Dit is die Crazy Ace SBC. Ik zal elke SBC opnemen op welke manier dan ook. Er was een SBC om 3 uur 's nachts waarvoor ik nog wakker was. Die heb ik op mijn telefoon gedaan, daar heb ik een screenshot van gemaakt. Dus die zal ook in de video voorbij komen, laten komen op hetzelfde moment als dat je die SBC zag. Zodat je een beetje weet van, oké, zo en zo heb je dat gedaan. Maar ik kom 1-0 voor, je ziet wel allemaal lekker. Ik probeer gewoon maar wat nieuws op een gegeven moment. Want ik deed het duidelijk niet heel goed met die 4-4-2 of de 4-3-2-1. Dus we moesten nog maar verder zoeken, weet je wel. En dat is niet erg. Weet je, dan moet ik accepteren, dat is niet erg. Er zijn formaties die voor sommige mensen wel werken, voor sommige mensen niet. Als de 4-4-2 kennelijk voor mij niet werkt, ook al is het de meta, dan is dat maar zo. Weet je, er zijn top 100 spelers die 3-5-2 gebruiken of 4-3-3. Er zijn zat formaties. En het feit dat de meta, of gewoon eigenlijk de populaire overused formaties, omdat ze goed zijn, bijvoorbeeld de 4-2-3-1 of zo zijn, dat is dan maar zo. Maar misschien is dat gewoon niet de formatie voor mij. Anyway, deze guy is de guy die me compleet vernederde. En eerst dacht ik dat zijn team slecht was. Toen zag ik dat allemaal rode vorms waren. En toen schijt ik in mijn broek. En hij was goed. Hij vernederde me compleet. En ik vroeg hem ook om tips. En ik heb een beetje met hem gesproken. En wat daarmee is besproken, dat zal ik in de volgende aflevering, een beetje laten zien. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Als het zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. Jullie support is echt super. Ik waardeer het enorm. Ondanks dat YouTube zijn fouten heeft en zo, zijn jullie er wel gewoon. En dat waardeer ik enorm. 7 wins, 3 losses. Niet perfect, maar we gaan leren ervan. Joep.